ik sta hiernaast. Jerry. Jamie. Quinty. Ryan. Sianne. Anissa. Naomi. Ja, nu? Bram, in de buurt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bram in de Buurt. Het is ijskoud hier, maar we staan hier in... Ede. En ik sta hier naast... Timo. En Dave. Ik ben Bram. Ik ben Timo. Hoi Bram. Hoe heet jij? Dave. Ik ben Bram. Hoi Bram. Goeie naam. Dankjewel. Met de brandende vraag, als jij zou kunnen toveren, wat zou je dan direct gaan doen? Ik sta hiernaast. Jordi. Hey Jordi. Hey. Geen Jordi? Nee, geen Jordi. Gewoon Jordi. Gewoon Jordi. Dat is fijn om te horen. Jordi, wat zou jij doen als je kon toveren? Kutvraag. Nou zeg. Sorry. Weet je, ik loop ook al 60 afleveringen mee. Het houdt een keer op. Dat is waar. Dan zou ik zorgen dat ik iedere dag een cappuccino kon drinken. Cappuccino? Zeker. Lekker. Ja. De docenten die ik niet mag op school, gewoon weggooien. Ja. Een hele gespierde man met lang haar en krullen. Ja, nice. Een soort van Jezus, zeg maar. Alleen dan Arie Boomsma. Personal Jezus. Met krullen. Ja. Ja, ik wil toch een grote pik hebben, joh. Ja, want momenteel, die van jou stelt niet veel voor. Nou, hij stelt wel eens voor, maar groot is altijd beter, toch? Maar heb je een vriendin of iets? Ja, 3 maanden al, hè? Zegt hij dan ook van, hè, verdorie, kietel me niet zo? Nou, daar ga ik niks over kwijtraken hier. Qua uiterlijkheden, zijn er dingen die je wegtovert? Ja... Ik vind voeten wel lelijk, maar verder... Wat is er mis met je voeten? Het zijn gewoon lelijke vieze kutdingen. Vieze kutdingen? Ja, ze zijn lelijk. Wat maakt ze zo vies en kut? Alles. Is gewoon, ja... Iets met de nagels? Ook, ja. Dat is gewoon vies. Oh. Mijn vet weg. Nou, geef me mijn haar maar weer terug. Een volle bos haar. Ja, lekker. En wat voor type? Goede krullen of zo. Juist. Lekker lang haar, dat je er elke dag een half uur mee bezig bent. Wilde krullen. Juist. Geil. Wat zou u bij mij wegtoveren of erbij toveren? Even op een afstandje kijken. Nou, misschien je haar iets anders. Mijn haar? Wat is er mis met mijn haar? Nou, er is niks mis mee, maar je zou altijd een ander kapsel kunnen proberen, toch? Waar denkt u aan? Stekeltjes. Stekeltjes? Ja. Maar dat is... we leven niet in het jaar 2000. Ja, maar dat kan ik wel leuk vinden. Ook geen idee. Ik heb bijvoorbeeld heel veel mee-eters op mijn neus. Zou je die wegtoveren? Oh, dat was me nog niet opgevallen. Nou, kijk er maar even goed naar. Nou, tover dat nou echt dan. Zeg maar, je hebt allemaal van die maskertjes. Dan ga ik toch weer even naar Louise. Je hebt allemaal van die maskertjes en zo tegen mee-eters, maar dat helpt voor geen kut. Nee, helpt het niet? Nee. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik vind het een beetje vies dat er allemaal van die witte puntjes en zo opkomen. Ja. Ja. Maar ja, anders zitten die witte puntjes in je neus. En dan moet je naar de schoonheidsspecialiste gaan. Je bent gewoon perfect zoals je bent. Echt? Ja. Nou, jij bent ook perfect zoals je bent. Dank je wel. Je bent een mooie man. Dank je. En je mag er wezen. Dank je, insgelijks. Nou, dank je wel. Ook, je hebt een leuke jas. Dank je. Ja, van jou ook. Dank je wel. Ja. Goeie schoenen ook. Alles, ja. Eigenlijk is alles goed in jou. En, nice. Ja. Nou, top. Dankjewel Jordi. Tuurlijk. En een fijne dag. Dankjewel, hetzelfde. Je ziet er goed uit. Dank je, jij ook. Dankjewel. Joe. Tot slot, ik heb nog een goocheltruc. Neem een getal in gedachten onder de 1000. Onder de 1000. Oké. Ja. Oké. En nu ga ik proberen jou een beetje boos te laten worden. Ja. Het is niet persoonlijk. Nee, nee. Dat is maar ook, ja. Je bent een beetje een gesloten persoon, dat merk ik. En ik kan alleen dat getal raden op het moment dat je een beetje pissig wordt. Want dan heb ik toegang tot je brein. Oké. Dus onthoud alleen maar, focus alleen maar op dat getal. Ja. Onder de 1000. Ja. Met je kleding van de Bristol. Met je... Klopt. Nee, focus op het getal. Je moet focus op het getal. Lego popjes hebben ook zo'n kapsel die je er dan af kan klikken. Goed, oké. Nou, tot zover. Ja. Ik denk dat jouw getal 824 is. Ook nog echt? Echt? Ja! Yes! Hoppa! Ja. Lekker man. Zie je wel, ik wist het. Ik kan er nog echt. Ja? Jongen, dat is echt serieus. Nee.
613. 6. We hebben een 6. Dit was Bram in de Buurt voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer met weer een brandende vraag. En check even de link in de beschrijving voor alle afleveringen. Dat is hartstikke leuk. En ik ben natuurlijk te beluisteren op de radio. Van maandag tot en met donderdag tussen 7 en 10. Check it out. We doen ook een livestream. Ik zou zeggen tot volgende week. En zoals we altijd zeggen... Paulina. Wat? Wat moet ik zeggen? Ja. Wat zeggen jullie altijd? Ja, tot volgende week. Joejoe!